was bijna vergeten hoe mooi dat bruggetje is. Wat? Nice. Hey. Een hele goede morgen zonder zorgen. Ik heb fantastisch geslapen. Ik heb hier gisteren wel nog redelijk lang op de computer gezeten. En het ging vandaag super mooi weer zijn. Volgens het weerbericht was het volle zon. En dit is het resultaat. Welkom in België. Oh, de decembermaand. Sukt. Sukt dit. Fucking hell. Dit zou een prachtige dag moeten zijn. Ik ga alleszins blij zijn als het niet gaat regenen. En dan kunnen we toch nog een beetje chillen. Oh, Lijpen is hier en ik denk dat Boef binnen zit. Boef is aan het spelen met Grimpy. Die was hier gisteravond ook maar een paar keer. En dat was echt alleen maar voor te eten. Ze kunnen via dit luikje ook gewoon naar binnen. En hierin knokken kennen ze het echt wel super goed. Yes, ik ga lekker opstaan. Ik ga mijn bus een beetje laten verlichten. Ik kan hier nog altijd niet binnen. Dat is echt wel kut. Er is hier nog niemand. Dus holy moly. Mijn broer zit blijkbaar in Gent. Die is naar een feestje of zo gegaan. En ik heb echt papier nodig. Ik heb zo een garantiebewijs nodig van mijn andere camera. Want die ga ik binnensteken. En ik heb ook mijn papieren nodig voor in Spanje. Want ik ben momenteel aan het solliciteren voor een job. En ik heb daar zo een nieuw. Dat is een soort statuut dat je daar eigenlijk kan werken. Ik heb dat nog van vroeger. Dus normaal zouden we dat allemaal moeten fixen. Yes, oké. Let's go. Ik ga opstaan. Joe. Hey. Puff is stoked. Hey Grimpy, alles goed? Lang geleden, hè? Oei, hij is boos op mij. Hey! Ja, ja. Eet smakelijk, homies. Hey. Mijn broer is ondertussen toegekomen en ik ga nu lekker in de douche. Hoppakee. Het is hier echt altijd heerlijk om te douchen. Deze douche is... nice, let's go. Ik ben super fris gedoucht. Dat dit echt wel veel deugt. Ik ging bijna richting de basic fit gaan, maar ik ben uiteindelijk binnengeraakt. Mijn broer was thuisgekomen van Gent en die is ondertussen al gaan werken. Die werkt in de Carrefour, die doet daar een soort van studentenjob. Woppa, ik heb hier nog lekker eten van gisteren. Ik heb dat meegekregen van mama. Twee gehaktballen, boontjes en puree. Ik ga hier lekker van genieten. Ik ben ondertussen ook van alles aan het plannen voor in de toekomst. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn. Ik ben ondertussen toegekomen aan het Tempelhof. In de comments las ik dat dat hier een super chille spot was. Maar het enige nadeel is de trein. Hopelijk ga ik er kunnen doorslapen, want ik ben niet meer van plan om nog te verplaatsen. Voor de mensen die Tempelhof niet kennen, dat is een skatepark. En het is hier ook gewoon super chill, die buurt hier. Het is hier een speeltuintje, een voetbalveld, alles erop en eraan. Ik ga niet naar het skatepark, want zoals jullie weten, deze bike is nog altijd fucked. En ik hoop dat ik er nog een beetje deftig mee kan fietsen. Dus we gaan chillen met de homie Sander van Tomme. Hij vertrekt morgen op reis en we gaan gewoon nog lekker chillen voor de laatste keer. Hey Lijpen, wat ben jij mooi? Hé? Is het leuk hier? Is het een beetje leuk? Ja, ja. Ik ga lekker de katjes nog eventjes laten wennen. Oh shit, check dit. Dit is de trein dat ik bedoel. Dat is wel redelijk veel lawaai, maar normaal in de nacht rijden er bijna geen treinen. Dus dat zou wel goed moeten komen. Ik zag dat Boef hier ook was gepasseerd. Oké, het komt wel goed. Hey, wat ben jij mooi? Hoppakee, let's go. Joe. Holy shit, ik was bijna vergeten hoe mooi dat bruggetje is. Wat een genot om hier te fietsen. Let's go.
Ik ben hier ondertussen terug. Het was een super dikke chilling met Sander. En check dit. Er staan hier opeens super veel auto's. En dat komt natuurlijk omdat het zaterdagavond is. Daar is er een café. En ik heb me hier ook veel te diep hierin gezet. Check hoe diep dat ik hierin sta. Dus dat is wel kut. Er zit nu allemaal gras in mijn bus. Oh, dat er eventjes uitfixt. Check dit. Het gras is sowieso mee. Niks aan te doen. Ik ga nu hier een beetje chillen. En Boeve en Lijpe, die zijn nu op pad. Toen ik toekwam, lagen ze daar te slapen. Let's go. De dagen beginnen veel kouder te worden. Ik lig hier in mijn bed. Ik heb nog altijd mijn muts aan en mijn trui. Maar ik doe die straks uit. Want onder de dekens is het altijd lekker warm. Maar als je zo net in dat koude bed kruipt, heb je wel eerst eventjes warmte nodig. Vandaag was een chillende dag, alles op het gemak. En ik ben ook de laatste tijd aan het denken. Jullie stellen mij ook vaak de vraag waarom dat ik nu met Boeve en Lijpe aan het rondreizen ben in België. Dat is puur voor te kijken als het iets voor hun is. Als zij het leuk vinden en als ik naar het zuiden of zo wil gaan. Ik ga dat niet doen als ze het niet leuk vinden. Dus ze moeten nu een beetje wennen. En ik zit ook te denken aan bepaalde risico's. Stel je voor mijn camper valt in pan of zo, of er botst iemand, of weet ik veel wat, dan sta ik daar met al mijn spullen en de katjes. Dus daar moet ik echt nog een keer goed over nadenken wat ik daarmee ga doen, of hoe ik dat ga oplossen. Dat is op zich wel een risico. Het zijn niet alleen maar de katjes eigenlijk, ook gewoon de spullen. Maar een auto kan gemaakt worden. Stel je voor, ik moet richting de garage of zo. Dat is allemaal geen probleem, maar als ik dan de katjes heb, en die moeten naar een hotel of weet ik veel wat. Ik zit gewoon alle scenario's te bedenken. En ik ga alles testen als het mogelijk is om ze mee te nemen. Want ik wil hun geluk ook niet in de weg staan. Het is belangrijk dat de katjes gelukkig en gezond zijn. Dus we mogen zeker geen risico's nemen. Hey, hier vinden ze het alleszins super leuk. Lijpe! Ik heb ze ook net eten gegeven. En ze zijn hier lekker in de bus aan het chillen. Toen ik van Sander kwam, toen zaten ze op mijn bed, maar ik denk dat ik jullie dat al heb gezegd. Ik ga hier ook de vlog afsluiten, want ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog, zoals elke dag om 5 uur. Peace out. Ciao. Yo.